Yo, van nou, welkom bij Yo, kijkers van mijn kanaal. Ik ben Remco op dat is een video van. Op deze. 7 februari zijn we nieuw opzetten van deze serie. Wat een internet, de dag na dit Roemeer. Ja, mensen, we zijn er weer met deze aflevering op deze 7 februari, wat ik al zei. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. Nee, niks raar. Ja, we gaan vandaag reageren op 9 cadeaus waardoor je het gegeven toch in de bag wil kijken. Een leuke stedentrip naar het buitenland, een nieuw luchtje of een standaard gift set van het kruidvat. Een oké cadeau is niet heel moeilijk om te vinden, maar let goed op voor het geval je nog een cadeau nodig hebt voor die ene vervelende meerjarige oom, tante of vriendin, want hier zijn 10 presentjes die mogelijk iets anders uitpakken dan je zou denken. 2, 1. Had leuk geweest als er geen allergie bij kwam. Verrassing, we hebben een hond. Van wie? Van papa. Oh, papa is toch allergisch voor hondjes? Oké, hij doet niet helemaal wat hij wil. Ja. Ik doe hem wel via de Twitter. Ik heb Twitter. Dat komt te weten. Remco laatst even tjoeken. Mama. We hebben een hondje gekregen. Ah, een hondje? Van wie? Van papa. Oh, papa is toch allergisch voor hondjes? Hondje? Serieus, waarom heb jij een hond gekocht? Ze hadden zijn speeltjes toch wel gevonden in het nachtkast. Ja. Pootje? Ja. Die vindt hij niet. Nee, die is. Ja, dat is een favoriet. Oké. Ja. Ja, een leuke cadeau is het in ieder geval niet. Dat is dan ook een slecht cadeau om te geven. Oké, even kijken. Mom, every day. Ja, dat is een nadeel, hè. Ik heb mijn koptelefoon niet op en ik hoor het vanaf hier al wat staan. Nou. Net wanneer je denkt dat de cadeau niet slecht genoeg is, komt er nog een slechte woordgrap te pas. Tip voor een goedkoop verjaardagscadeau. Je koopt een avocado. Avocado. Pak hem in. Avocado. Oh, wat slecht. Echt. Volgende keer is het misschien handig om deze vraag te zetten voordat de cadeau wordt geregeld. Op weg naar een nieuwe wildpark in Starigrad als verrassing. Ik, jullie raden nooit waar we naartoe gaan, dochter 7. Ik hoop gewoon niet naar Starig. Okay. Bedankt met DDT, toch? Aan de schoolgaande jeugd was origineel en geef je leraar een nickname met een ludieke knipoog naar je leerachterstand. Bedankt voor het leuke schooljaar. Juist. Had het woord leer nog wat bij de tweede keer dan nog op zijn minst goed geschreven. Het beste en meest ontroerde vaderdag cadeau ooit. Papa, ik vind jou leuk, lief. Ja, dan. Ja, dat kijk je niet zo snel eraf. Oeps. Sommige mensen zijn nog eenmaal een tikkeltje materialistisch ingesteld. Ik snap dat er geen geliefd zijt, maar als je verdienen uw weekendje Milaan schenken, gaat het toch niet zeggen dat de roze en teddybeer die geef van uw vriendje het gekregen. Het beste cadeau ooit is AUB, hè? Alsjeblieft, hè? Ja. Best knap, de meterhonden kunnen niet eens op onthouden als ze hun kluif laten. Ik krijg hele leuke cadeautjes en zo. Maar mijn hond hier besloot me een ander cadeautje te geven in het zwembad. Tijdens mijn poolparty. Godsamme, godverdamme. Oh, jij bent zo'n viezerik. Oh, fucking goor. Fucking goor. Mocht je iemand veel blauwe plekken en een trauma willen geven, dan is het volgende cadeau.
5 euro. Dit was de aflevering van Wat een Internet, de dag. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat het alsjeblieft een duim achter. Abonneer op dit kanaal beneden. En ik zie je op tot deze video van de dag. Wat een Internet. Ja, wat een dag, hè? Wat een dag was het alweer. En we zijn alweer op het einde van de dag. Het is 5 uur geweest. Dus weekend. Nou, weekend niet. Nou, in ieder geval. Tot volgende week. Doei.